Het is nog maar pas een jaar of 10 geleden dat men in Nederland begon met de verbouw van maïs op grotere schaal. Tot dat ogenblik vond men de vruchten eigenlijk slechts alleen in tuinen. Nu treft men op de zandgronden bij Apeldoorn bijvoorbeeld reeds bijna onafzienbare velden aan, zwaar beladen met kostelijke maïs. Gewoonlijk worden de kolven, die 40 centimeter lang kunnen worden, met de hand geplukt. Maar het plukken kan ook machinaal. In Amerika gebeurt dat al lang. Nu zijn ook in Nederland machines hiervoor ingevoerd. Deze zeer vernuftige machine plukt de kolven niet alleen, maar ontdoet ze ook van de bladeren. Dat gaat snel en goed en er zijn niet veel arbeidskrachten voor nodig, hetgeen bij het huidige tekort aan landarbeiders van belang is. Maïs is in vele landen der wereld, ook bij ons, een belangrijk voedsel voor mens en dier. Nu gebleken is dat deze graanvrucht ook in Nederland goed gedijt, wordt de cultuur ervan bevorderd. En bij grotere eigenbodemopbrengst zullen we minder afhankelijk zijn van import uit het buitenland. Wie tegenwoordig